Het belang van wit is misschien wel dat het mensen de mogelijkheid geeft om het zelf in te vullen. Niet alleen met spullen, maar met zichzelf, met de kleren die ze dragen, met de activiteiten die ze ontplooien op zoiets dat werkt als een blanco vel papier. Jan hoort bij, is een voorloper, een roerganger van de creatieve industrie. Nu is dat de topsector, of een van de topsectoren van de Nederlandse economie. Toen Jan daarmee begon was dat nog helemaal niet het geval. En hij is natuurlijk, hij wekt de indruk dat het ondernemerschap hem die plek heeft bezorgd. Toch geloof ik dat eigenlijk niet. Ik geloof eigenlijk dat het begint, dat het uitgaat van je eigen ideeën, van je rijkdom aan ideeën. En als zodanig denk ik dat hij een groot en talentvol ontwerper is en in het gelukkige bezit van ondernemingszin, en die combinatie heeft hem op deze plek gebracht. Dat iemand zo zonder cynisme, zo bijna op een kinderlijke manier enthousiast kon zijn over datgene wat hij zelf maakte, ja, dat lijkt natuurlijk bijna verdacht in deze tijd. Waar je, zeker als je succes hebt, ja, men achterdochtig wordt hoe dat mogelijk is. Maar ik denk eerlijk gezegd dat ik heb er nooit meewarig naar gekeken. En ik denk dat de meewarigheid vaak gekleurd was, gesausd was met een beetje afgunst. Het Nederlandse interieur ontdaan van de burgerlijke tuttigheid en mensen die geen bouvrie interieur zich konden veroorloven, heeft hier nieuwsgierig naar gemaakt. En tenslotte natuurlijk, wat heel interessant is, via de Gamma ook toegankelijk gemaakt voor een groot publiek. Iedereen kan zich nu een Jan de Bouvrie veroorloven. Je hoeft maar die rondgang over die fantastische tentoonstelling in het Zinger te maken om te begrijpen dat er een relatie tussen die dingen bestaat. Ook voor Jan zelf. Dat hij zich niet alleen daar laat kennen als een zeer begeerig collectioneur, door de tijden heen, daar is hij echt al mee begonnen toen hij behoorlijk jong was. En hij en zijn vrouw Monique moeten daar ook heel alert op geweest zijn. Maar hij gebruikt het niet alleen als versiering, wat natuurlijk best mag. Schoonheid, laat je omringen door schoonheid. Hoe kan het leuker? Maar hij heeft het waarschijnlijk ook als inspiratiebron gebruikt. En als je op die tentoonstelling rondloopt, dan is het ook een prachtige symfonie tussen datgene wat hij als kunstliefhebber om zich heen heeft verzameld en datgene wat hij als ontwerper door de tijden heen heeft gemaakt. En er is een onlosmakelijke samenhang tussen die dingen. En als je het niet wist, zoals ik, dan wordt je dat duidelijk gemaakt op de tentoonstelling. Heel interessant, heel bijzonder. Het hoort bij elkaar, het hoort in ieder geval bij hem en bij hem als ontwerper.